Hallo, ik ben Bouwien Begeman en ik ben 11 jaar. Ik zit op de ODBS Theo Thijssen. Ik ga het boek Vals voorlezen van Carrie Slee. Het gaat over een jongetje, Kai, en zijn vreselijke invaljuf. Fluisteren. Kai deed heel zachtjes de deur van de klas open en sloop naar zijn plaats. Halt! Bulderde de juf Suikertoetje. Waarom ben je zo laat? Kai sloeg zijn ogen neer. Hij kon toch moeilijk zeggen dat hij te lang had getreuzeld, omdat hij niet naar school durfde. En dat kwam niet omdat hij zijn huiswerk niet had geleerd. Of omdat hij niet hardop durfde te lezen. Hij was bang voor zijn invaljuf. Ik heb me verslapen, juf. Kai werd vuurrood. Leugenaar, zei juf Suikertoetje. Je hebt je helemaal niet verslapen. Ik zal je leren met je leugens. Kai stond erop om naar de kast te lopen. Zitten jij, schreeuwde juf Suikertoetje. Dat zou je wel willen, hè, dat je in de kast mocht. Jij moet elk woord dat ik straks ga zeggen kunnen horen. Zo, zei juf Suikertoetje, toen Kai op zijn plaats zat. Nu kunnen we eindelijk met de dagopening beginnen en ze ging voor de klas staan. Hartelijk welkom allemaal. Stelletje misselijkmakende schepsels, begon ze. Ik hoop dat deze dag weer een grote nachtmerrie voor jullie wordt. Dat onze Paultje vannacht weer gillend wakker mag schrikken door wat hij hier vandaag heeft beleefd. En Sophie weer van angst in haar broek plast. Ze keek Kai aan en toen ging ze verder. En dat ik Kai, dat walgelijke mispunt met zijn leugens, zo gemeen mag behandelen dat hij van ellende een besmettelijke ziekte krijgt. En dat niemand meer met hem wil omgaan, omdat iedereen bang is dat hij wordt aangestoken. Meestal deed ze nog veel meer afschuwelijke wensen, maar de deur ging open en meester Kees kwam binnen. Ach, wat fijn, zei hij. U bent met de dagopening bezig. Sommige leraren durven er geen tijd meer voor te nemen. Dat vind ik heel jammer. Ik zeg altijd, die paar minuten zijn zo ingehaald en staan niet in verhouding tot de vruchten die de dagopening afwerpt. Maar ik zal het heerlijk samen zijn niet langer verstoren. En hij verdween. Na de dagopening stond er kringgesprek op de rooster. Omdat niemand uit zichzelf iets durfde te vertellen, wees juf Suikertoetje Frank aan. Ik heb gehoord dat jij een weekje bij je tante gaat logeren. Frank knikte. Mijn ouders gaan op vakantie. Ze waren veel liever thuis gebleven. Maar ze willen zo'n... Je vader en moeder gaan niet op vakantie. Ze waren veel liever thuis gebleven. Maar ze willen zonder jou zijn. En weet je waarom? Omdat ze jou niet uit kunnen staan. Het zit er dik in dat ze helemaal niet meer terugkomen. Weet je dat wel? Dan kun je voor altijd bij je tante blijven. Dat wil ik niet. Ik wil niet bij mijn tante blijven.